Ik zie dat je met trolleys werkt. Ja. Is het jouw idee? In zoverre, het is natuurlijk ooit al een keer uitgevonden natuurlijk in de vliegtuigwereld. Maar ik heb nog nooit bij een collega cateraar gezien die het daadwerkelijk gebruikt, zeg maar, op de vloeren, zeg maar, in het land. Dus in principe, als je het dan zo bekijkt, is het inderdaad mijn idee. Mm-hmm. We hebben het gebruikt 2 maanden geleden voor het eerst op een party. Nou, het blijkt te werken. Mensen vinden het grappig, mensen vinden het hip, mensen vinden het leuk. Ja. En wat wij ook merken is dat... Hoeveel heb je er gekocht? Ik heb er nu 8 gekocht. Van wie? Van een via internet. Maar je hebt er gewoon nog een aantal vliegtuigen? Nou, dat had eigenlijk mee te maken dat er in Nederland een fabriek stond in de polder. Die kon in Nederland de kost niet verdienen. Die is verplaatst in Amerika. En die hebben een gedeelte van hun voorraad achtergelaten. Dus opgekocht door een opkoper. En ik heb de via internet weer kunnen opspeuren. Stuk of 8. Ja, ik had er liever meer kunnen kopen, maar dat was wat er nog stond. Dan had ik wel 20 of 30 gekocht. Ja. Maar wat wij dus gewoon merken, dat gewoon, we kunnen heel veel bagage meenemen. Dus een vliegtuigterm te praten. Ja. We kunnen heel veel gerechten meenemen. Op allemaal mooi op die kleine schaaltjes. Ja. En dus we hebben ook echt volume bij ons. Dus niet alleen maar één plateau wat meestal is, maar gewoon... Niet heen en weer lopen, maar... Nee, dus we zijn ook veel langer met dezelfde persoon in de zaal. We kunnen ook depresseren in die vliegtuigtrollies. Dus het werkt eigenlijk heel goed. Ja, nou, zijn we achtergekomen door de praktijk. En jij zit nou als partycateraar 4 jaar hier op Ocean Depot? Ja, nou niet helemaal, nee. Niet vanaf het begin? Nee, ben ik niet, nee, dat is niet waar. In het begin heeft Van Haaf hier de mooie kunstje mogen doen. Oh, ja. En wij zijn maar de laatste 2,5 jaar. En hoe lang zit je al, vast bij de fabriek? En bij de fabriek zit nu 3,5 jaar. Wat is het verschil tussen die twee? Moest ik vragen van iemand binnen? Ja, wat het verschil is. Ik denk dat het verschil is dat de fabriek natuurlijk vele malen groter is. De fabriek is een industriële locatie. Natuurlijk toplocatie, want ik heb zelf een heel mooi gala-diner zelf met mijn vereniging aan het weekend. En het leuke is dat dat een hele chique vereniging is die al 35 jaar bestaat. En die mensen kiezen alleen maar landhuizen en kastelen. En nu zit ik in het organisatiecomité en kiezen speciaal voor de fabriek voor het contrast. Ik moet nu afwachten of dat aanstaat, ja of nee, maar ik denk van wel. Over de vereniging gesproken, ja. Weer een andere vereniging. Daar kent hij je nou ook vast, ja, hè? Sinds laatste week van juli. Ja. De vereniging en de Schouwburg er tegenover, dat valt onder inexploitatiemaatschappij. Ja, want Krielen die had een persbericht gestuurd. Dat hij een Nijmeegse cateraar wilde. Klopt. En dat is wel een heel leuk verhaal, want nogmaals, Bob Hutten, mijn collega, heeft de afgelopen 5 jaar contract gehad. Ja. Vervolgens alles heel erg goed gedaan. Dat was geen reden dat hij het niet meer kreeg. Nee. Maar ik heb toch wel vrij veel druk uitgeoefend. Om te luisteren, jongens, ik vind Bob een gelukkige collega. Ik wil hetzelfde contract onder dezelfde conditie overnemen. Ik ben hier lokaal sterk. Ik heb hier mijn mensen, ik betaal hier mijn belastingcentjes. Ik heb hier mijn netwerk, mijn leveranciers. Dus ik vind dat je daar gewoon niet omheen kunt. Nou, in eerste instantie moest ik natuurlijk om lachen. Maar uiteindelijk heeft hij gezegd van ja, je hebt eigenlijk wel een punt. Dus ik ga me daar hard van maken. Ja. En zo is hij gegaan. En nogmaals niks negatief van Bob. Maar ja, zo, dat is nou eenmaal zaken doen, hè. Okay. Dat is de business. Ik heb contract voor de aankomende 5 jaar. Ja. En hier in de Ocean Diva, hoe zit dat? Hoe zit dat? Ik ben geen aandeelhouder. Ik ben preferred supplier. Ze werken met mijn foodbook. En er mag wel een andere cateraar binnenkomen, bijvoorbeeld mijn zoon van de boer of zeg maar Ayan van Dijk. Die moeten dan wel zo met de klanten aankomen. Ja. En in België hebben we een aparte cateraar, de J&M. Dus van, ze liggen ook wel zeker 8 weken per jaar in België, waar ze trouwens ook zeer succesvol zijn met Ocean Diva. Mm-hmm. Maar dan wordt ook J&M gewerkt in België. Ja. Hoe vind je het veranderd hier binnen? Ja, zeer positief. De kleur binnen van de vloeren is aangepakt. De buitenkant grijs geworden. Vetskins erin. En nu uiteindelijk toch een eigen meubellijn waar ze mee kunnen onderscheiden. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen die tastbaar zijn. Die toevoegend zijn. Mm-hmm. En nogmaals, ik ben er zeer happy mee. Doe je alleen die trolleys hier of bij de Ocean Diva? Nou, we zijn er wel heel erg voorzichtig mee inderdaad. Ik vind niet dat wij gewoon het zomaar overal in kunnen zetten. Het moet een beetje exclusief blijven. Ja. En, het is dus een beetje dezelfde uitstraling als Ocean Diva, hè? Dat gaat met metallic. Ja, klopt. Dus we zijn er wel. Ja, we gaan er wel zorgvuldig mee om. Okay. Ja. Nou, dan ga ik Anton van Balen vragen naar de Helemaal bedankt. Ja, dankjewel, hè. Okay. Ja.